Ik ben Bart van Tongeren, algemeen deken van de NOVA. 2 weken geleden heb ik u mijn dilemma voorgelegd. En vandaag ga ik u bijpraten over hoe ik met dat dilemma ben omgegaan. In het kort kwam het dilemma erop neer dat ik als natte advocaat in de Rotterdamse havenpraktijk een schip aan de ketting heb gelegd en werd bedreigd door de kapitein. Letterlijk zei hij, ik weet jou en je gezin wel te vinden op je thuisadres. En de vraag was, die ik u toen heb gesteld, hoe ga ik daarmee om? Even kort kwam het erop neer dat ik 4 dilemma's signaleerde, of eigenlijk 4 mogelijke oplossingen. 1 was, ik wacht een kort geding af. 2 is, ik doe helemaal niks. De 3 is, ik doe aangifte. En de 4, ik ga naar de deken. En dan bent u natuurlijk benieuwd voor welk dilemma, althans voor welk antwoord ik heb gekozen. Wat ik interessant vond op mijn beurt was waar u voor gekozen hebt. Ik vind het erg leuk om te zien dat merendeel van de antwoorden is gekomen in de richting van mijn oplossing, namelijk aangifte doen. Maar er was ook een combinatie mogelijk en voor die combinatie heb ik destijds gekozen. Ik heb aangifte gedaan, maar toen de advocaat van de rederij zich meldde, heb ik het ook aan hem gemeld. En ik heb met hem besproken wat zijn cliënt en met name die kapitein allemaal gedaan had om mij eigenlijk het leven op dat moment even niet zo vrolijk te maken. Als u voor een dergelijk dilemma staat, kunt u nog voor een 3e oplossing kiezen. En dat is als u twijfelt, wat moet ik doen als zich zo'n situatie voordoet? En dan adviseer ik u, bel altijd de lokale deken. Dat is iemand die u met raad en daad kan bijstaan en ook kan adviseren wat in zo'n specifiek geval te doen. Het heeft mij destijds goed geholpen.